Terugblik Oogfestival. Luc-Jan Boon, directeur Oogvereniging. Vandaag hebben we een oogfestival in Amersfoort. Het bestond eigenlijk uit drie delen, want er is 's ochtends een sessie over sport. En 's middags allerlei workshops over allerlei thema's waar we aan werken voor mensen die slechtziend en blind zijn. En vanavond hebben we een feestelijk programma gehad met cabaret. Dus nee, ik vind het hartstikke leuk dat deze dag zo geslaagd is. We bestaan in deze constructie 10 jaar en we hebben veel bereikt. We hebben oogcafés door het hele land. We zitten in steden waar we belangenbehartiging kunnen doen. We werken met maatschappelijke partners, met partners in het oogveld. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat we daarin volhouden. Dat je zorgt dat mensen die slechtziend en blind zijn, dat die vanzelfsprekend mee kunnen doen in de samenleving. En dat we zorgen dat ze goede oogzorg krijgen. Bezoekers krijgen een kop koffie of thee en nemen een kijkje bij verschillende hulpmiddelenleveranciers. Achteruit de zaal en lopen tussen jullie door richting het toneel. Het zijn er wel 20, nee, het zijn er 30. Impressie van de verschillende workshops en stoelmassages. Maartje en Kine geven een cabaret optreden in felgekleurde pakjes. De gebarentolk gebaart driftig mee. Maartje en Kine krijgen bloemen en alle bezoekers krijgen bloemzaadjes als bedankje.